Mijn naam is Martijn Braat, een van de oprichters van de Leidse Nachtraad. Voor het project Interact, waarbij rietquintet Kalefax een muzikale dialoog aangaat met jonge makers, ben ik op stap met Cobra, een hip-hop collectief. Kalefax gaat voor hen een stuk spelen van Bach. Wat zou Cobra vinden van Bach en wat vindt Kalefax van de muziek van Cobra? Zijn dit muzikaal gezien niet twee uitersten? Ik ben benieuwd welke interactie er ontstaat en hoe deze hiphopmannen de Bach-uitvoering van Kalefax gaan bewerken. Dit belooft een hele toffe interactie te worden. Chaplin. Alright. Bravo. Lekker hoor. Te gek man, hè? Cobra. Ja. Wat te gek man, om te horen. Thanks. Echt te gek. Ik vind het gewoon super grappig dat... Net werden echt best wel heftige dingen gezegd en jullie staan hier gewoon netjes aan. Gek man, ja, we hebben als Kalefax ongelooflijk veel genres van muziek betreden. Hè, van 11e eeuwse muziek tot super hedendaagse, modern gecomponeerde shit. En, maar dit is echt een gebied waar we nog nooit zijn geweest. Dus voor ons heel spannend. Welkom. Ja. wij zijn heel benieuwd, nu wij jullie muziek gehoord hebben, wat jullie van muziek vinden die wij spelen. We gaan voor jullie een deeltje spelen uit een groot muziekstuk van Johann Sebastian Bach. Nou, jullie kennen ongetwijfeld de naam Bach, maar we gaan dus nu het eerste deel daaruit spelen. Uit het Musicalisches Opfer van Johann Sebastian Bach. En we zijn razend benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Oh ja, wat ook nog leuk om te vertellen is... Het is dus, je kunt het zien als een cover. Ja, een cover is natuurlijk een term die wij normaal gesproken in de klassieke muziek niet gebruiken. Mm. Dat is een term uit de popmuziek. Bovendien hebben we er ook een beetje een draai aan gegeven. Dus je kunt wel degelijk spreken van een soort cover. Ja, we trekken de muziek naar onze eigen belevingswereld toe. Dus we hebben een cover. En straks hopelijk gaan jullie hier weer een nieuwe cover overheen maken. Gaat wel lukken, denk ik. Ik ben benieuwd. Wat verwachten jullie ervan? Veel emotie, denk ik. Veel emotie? Ja, het is best wel intiem, weet je. Het is, ze spelen echt voor ons. En, confronterend. Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd. Ik ben zo benieuwd. Ze zeggen wel dat muziek heeft pas functie als het gehoord wordt. Hè? Want anders, je maakt het voor mensen om te luisteren. Het is voor ons zo moeilijk voor te stellen hoe het aankomt bij jullie. Ja, is kick hoor. Kun je dat omschrijven? Nou, bij mij ging het een beetje twee kanten op. Aan één kant het emotionele gedeelte. Ik dacht aan mijn jeugd en allerlei dingen. Dat is wat dit stuk echt met me doet. En aan de andere kant dacht ik van, oh, hoe ga ik dit samplen? Hoe ga ik dit gebruiken? Je bent aan het werk al. Ja, maar daar kan ik niks aan doen. Dat is alle muziek die ik hoor. Precies. Maar dat hebben wij ook. Ben ik het aan het ontleden, aan het luisteren. Maar ja, het is wel echt een mooi stuk. Dan hoor je echt gewoon dat lage gedeelte en echt een beetje de treur. En dan weer omhoog van, hey, kijk eens, ik kan iets moois voor je neerzetten. Dat is dat gevoel dat ik ervan kreeg. Dat vind ik wel echt top. Dus dat voelde ik erbij. Vond ik wel vet dat het gewoon van, kijk, wij zijn een soort van de metronoomgeneratie, dus alles gaat gewoon met die beat. Aha. En bij jullie is het gewoon van, jullie kunnen dat zelf indelen, mits dat jullie onderling afstemmen. En ja, het is heel vet om te zien gewoon hoe pro's dat met elkaar, zeg maar,
hoe dat in elkaar gaat vallen als iedereen zeg maar zijn instrument al zo goed beheerst, plus nog het stuk en dan nog gespeeld. Samen gaan spelen. Had je al een stukje waarvan je dacht, nou, dat gaan we samplen en dat sampletje alles gaan we pakken? Nou, dat was toch wel een vet optreden, jongens. Ja. Heel erg. Ja. Heel erg. Je zei net al, je moest bijna een traantje laten. Ja. Heb je het heel echt geraakt? Ja, het is zeker. Ik vond het een heel emotioneel stuk. Dus ik heb niet gehuild. Ik moest een traantje laten, het is niet gekomen, maar het heeft me wel geraakt. Cool. Ja. En ook genoeg inspiratie voor nieuwe muziek? Oh ja, zeker. Ja, het is niet zo dat jullie nu al een soort eindresultaat in jullie hoofd nee, hebben. Nee, totaal niet. Het is Nee, omdat het ook niet werkt. Ik kan dat wel in mijn hoofd hebben, maar dan gaat het vaak toch de andere kant op. Dus ik laat het maar op zijn beloop als we het gaan luisteren, toch? Ja, precies. Komt helemaal goed, man. Cool. Hele toffe gasten. Echte muzikanten gewoon. Ja. Gewoon de liefde van muziek voor muziek staat gewoon bovenaan. En dat merk je gewoon. Zo, wat een bijzondere interactie was dat. Ik kan niet wachten om te horen wat Cobra van Kalefax en Bach gaat maken.